Met bloemen en kransen werden vanmiddag de 143 Groningse slachtoffers herdacht die het leven lieten bij de strijd op Nederlands-Indië. Tussen 1945 en 1962 werd na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid hevig gevochten om de Nederlandse kolonie, waarbij duizenden militairen naar de archipel werden gestuurd. De herdenking vond plaats bij het Provinciaal Indië-monument op het Zelfderhof. Hof. En in Indonesië zijn zoveel jongens gesneuveld. En in Nieuw-Guinea zijn 169 jongens gesneuveld. Dat herdenken eenmaal per jaar, dat moet maar. En dat moet ook gewoon doorgaan. Dit blijft altijd bij. Hè? En dit is voor ons een speciale dag voor Indië-monument en zo is het. Jan Uitham is ook een oud-veteraan en hij was tussen 1947 en 1950 gelegerd op Nederlands-Indië. Volgens hem is het belangrijk om stil te staan bij deze herdenking. Dat doet je wel, je praat erover. Over weet je nog wel toen en wat toen fout was en hoe we ondergewaardeerd werden. Wie eenmaal aan den lijve heeft ondervonden wat knechting en bezetting met je doet, zal in vredestijd kunnen beamen, vrijheid is voor ieder een groot goed. Na verschillende toespraken werd er 1 minuut stilte in acht genomen. Joke van der Velde was 15 maanden gelegerd op Nieuw-Guinea. Tijdens de 1 minuut stilte denkt hij aan een om het leven gekomen kameraad. Ja, ik ben mijn helper ben ik daar verloren. Jeffrey van der Laar. Ja, hij is gebleven, hij heeft bijgetekend en ik ging naar huis. En ik was thuis en toen hoorde ik een paar maanden later dat hij was overleden. Ja. Na het spelen van het Wilhelmus worden er door verschillende mensen en instellingen kransen gelegd. Voel ik bij dat ik terugkijk naar de periode dat wij veteranen waren. Van 47 tot 50. En dat er zoveel Nederlandse jongens daar gesneuveld zijn. Het is achteraf pas bekend geworden. In het begin werd door de regering dat steeds verdonkermaand. Maar uiteindelijk blijkt het dan dat er ruim 6000 jongens gesneuveld zijn. En al de jongens die in de Verre Oost het leven lieten, werden herdacht met de laatste krans die symbolisch de oceaan oversteekt, zodat zij nooit vergeten zullen worden.